Arjun, jij gaat het verhaal doorvertellen van Huub Liebrand. Huub woonde tijdens de oorlog vlak bij de visserschool, dus bij jullie school hier in Amsterdam-West. En hij kan zich nog herinneren dat hij en zijn gezin thuis de ramen af moesten plakken. Met zwarte papieren gordijn. De Duitse soldaten wilden het in Nederland namelijk zo donker mogelijk hebben. Zodat de Engelse piloten 's nachts op weg naar Duitsland om bommen te werpen niet precies wisten waar ze waren. Met kanonnen vanaf de grond probeerden de Duitse soldaten de Engelsen neer te schieten. En Huub kan zich nog herinneren dat hij, omdat hij toen kind was, net zoals jullie nu ook, jong zijn, heel erg bang was dat er een vliegtuig over hun huis zou neerstorten. Arjun, ik geef de schaal en dan mag jij de medaille afpakken. Ik graag bied ik je de medaille aan namens Huub Liebrand en namens Stichting In Mijn Buurt. En dan mag je hem omdoen. Ik, Arjun, beloof dat ik het verhaal van Huub Liebrand zal doorvertellen.